Hey, mijn naam is Patrick Jason van 4XM Workshops. En we gaan het vandaag hebben over rap. Nee, niet die rap. Ja, rap. We hebben helemaal niet zo heel veel nodig vandaag. Eigenlijk het enige wat we nodig hebben is een pen. Dat zijn blaadjes. En natuurlijk een petje. Oké, pak de spullen er maar eventjes bij. Dan gaan we nu beginnen. Ik zal me heel kort even voorstellen. Ik ben dus Patrick. Ik ben muzikant. Oftewel, ik schrijf mijn eigen liedjes. Ik ben rapper, ik ben zanger. Ik ben beatboxer. Daar treed ik heel erg veel mee op. En daarnaast ben ik ontwerper en heb ik mijn eigen kledinglijn. Nou, wij gaan het hier dus hebben over een van de belangrijkste dingen in mijn leven, namelijk rap. Waarom? Je kunt over alles schrijven. Je kunt alles wat je meemaakt in je leven kun je opschrijven. Je kunt iets vertellen over je vrienden, over je passies, over je hobby's. Oftewel, met rap kun je ontzettend veel vertellen. En dan gaan we uiteindelijk natuurlijk, in deze les gaan we dat zelf ook doen. Oftewel, ik ga jullie helpen met het maken van een liedje. Nou, je hebt al wat spulletjes bij elkaar gepakt. Dus een pen en een papier. Uiteindelijk de tekst, die mag je ook gewoon lekker gaan uittypen. Dus het kan zijn op een iPad, het kan zijn op je laptop of misschien wel op het scherm waar je nu op zit te kijken. Dat je daarnaast een tekstdocumentje maakt en dat je daarop gaat typen. Maar uiteindelijk maken we dus ons eigen liedje. Nou, eigen liedjes maken natuurlijk heel erg veel mensen in Nederland. En op dit moment is rapmuziek de populairste muziekstijl die je maar kunt opnoemen. En kunnen we denk ik ook allemaal wel een rapper noemen. Denk maar bijvoorbeeld aan Lil Kleine, Yo Silvio, Femke Louise, Boef. Maar natuurlijk ook rappers uit Amerika zoals Eminem. En misschien wel heel ver terug in de tijd ook Run DMC of andere artiesten. Want rapmuziek komt niet uit Nederland, rapmuziek komt eigenlijk uit Amerika. En dat komt uit de jaren 70. En dan zul je denken, de jaren 70 even terugtellen. Ja, dat is al 50 jaar geleden. Oftewel, rapmuziek bestaat al een poosje. Die muziek klinkt natuurlijk heel erg anders dan dat tegenwoordig klinkt. Maar het is best wel eens leuk om terug te gaan zoeken. Misschien als je straks je eigen tekst hebt geschreven naar de allereerste rapmuziek. En het allereerste rapliedje dat ooit op de radio kwam, dat heb ik misschien nog wel ooit gehoord. Misschien heb ik je ouders of iemand uit je gezin of opa of oma. Misschien heeft iemand van jullie dat liedje nog wel ooit afgespeeld. Namelijk Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. En dan zul je nu denken van nee, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar als ik nou een stukje aanzet, dan klinkt die zo. Nou, dit was dus de Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. En dit was in 1979 het eerste rapliedje dat op de radio kwam. Kun je bijna niet meer voorstellen, want rap is tegenwoordig niet meer weg te denken. Maar het komt dus oorspronkelijk uit Amerika en dan zelfs uit New York. Want in New York in de jaren 70, als je daar woonde, dan had je of heel veel geld en dan woonde je in Manhattan. Misschien heb je daar ooit van gehoord. Misschien heb je zelfs wel een t-shirt of een trui waarop staat New York, Manhattan. Of misschien zijn er ook andere wijken op dat shirt, want New York is veel groter. Want je had namelijk ook Brooklyn, Queens, Staten Island, maar ook de wijk waar hiphop ontstaan is, namelijk de Bronx. En in de Bronx, daar was iets unieks aan de hand, want daar kwamen heel erg veel mensen uit andere landen kwamen wonen in de Bronx. Zo kwam daar ook de persoon Afrika Bambaataa wonen. En er werd heel erg veel muziek meegenomen uit de landen waar deze personen vandaan kwamen. Als je weinig geld had en je had geen werk, dan wilde je in het weekend toch iets leuks doen. Want ik denk dat iedereen wel van een feestje houdt. Lekker dansen, op muziek, op een feestje. Dat is leuk om in het weekend te doen. Dat dachten ook deze mensen in de Bronx in de jaren 70. Dus ze gingen in plaats van dat ze geld moesten gaan betalen om naar een club toe te gaan, waar ze konden gaan dansen en konden gaan feesten, gingen ze zelf een feestje organiseren. Nou, dat noemde je dan een block party, oftewel een wijkfeest. En op die wijkfeesten, daar gingen mensen muziek draaien. En als je muziek gaat draaien, dan ben je een DJ. En daar heb je wel eens ooit van gehoord, denk ik. En een DJ, die draaide platen, LP's. Wacht even, ik heb die hier aardig wat staan. Platen. Nou, dat zijn dus die grote schijven met zo'n gat erin.
En die kon je op een platenspeler neerleggen en dan kon je dus je muziek draaien. Nou, de muziek die ze draaiden in de clubs, in de grote feesten, dat was disco muziek. Denk maar aan dit. Oké, vergeet dat maar even. Maar dit is dus de disco muziek. En dat was de populairste muziek waar iedereen op ging dansen. Nou, in die wijk, de Bronx, daar wilden ze dus andere muziek draaien. En dan gingen ze de muziek draaien zoals reggae, soulmuziek en ook funk. Bijvoorbeeld zoiets als dit. Nou, dat is dus de funkmuziek. Van James Brown bijvoorbeeld en tegenwoordig maakt Bruno Mars maakt ook funkmuziek. Die ken je denk ik wel. Maar in die tijd draaiden ze dus platen, LP's, op die feestjes. De DJ die draaide de platen en daar gingen dus mensen op dansen. En als ze daarop gingen dansen, dan noemden we die personen noemden we breakdancers. Want zij dansten op bepaalde stukjes uit die beats, uit die muziek. En uiteindelijk gingen mensen dus ook over die muziek heen rappen. En rappen is eigenlijk geen woord, maar rappen is een afkorting. Er staan namelijk puntjes tussen. En dan mag je zelf eens even nadenken of je weet wat dat zou betekenen. Die letters. Ik ga er met eentje ga ik je helpen. Namelijk de letter A. Het is, we zijn in Amerika, we zijn in New York. Dus het zal geen Nederlands woord zijn. Maar de A stond voor and. Oftewel, het is iets en iets. En de R en de P hebben te maken met wat je aan het doen bent. We hebben namelijk een beat op de achtergrond. Oftewel een ritme. En over dat ritme gaan we een gedicht schrijven. Oftewel poëzie. Dus rap stond voor rhythm and poetry. En in het Nederlands is dat dan ritme en poëzie. Nou, we gaan eens beginnen met het poëziegedeelte. Dus de P van rap. Want bij poëzie is het ontzettend belangrijk dat je rijmt. En dat is bij rap ook precies hetzelfde. Bij poëzie is het heel vaak dat je op papier kijkt en dat je de tekst dan kunt lezen. Nou, rapmuziek, daar luisteren we natuurlijk naar. Dus de regeltjes zijn iets anders van rapmuziek dan van poëzie. Maar we gaan het een beetje hebben over rijm. En we gaan het eigenlijk heel makkelijk houden. We gaan namelijk exacte rijms gaan we loskoppelen van klankrijm, van bijna rijm. Nou, dat gebruiken namelijk ontzettend veel rappers. En wat is nou eigenlijk het verschil? Ik geef je heel even een woord waar je nu waarschijnlijk zelf ook op zit. Ik ook. Namelijk een stoel. Kun je eens een aantal woorden noemen op dit moment? Noem maar gewoon hardop op in je woonkamer, slaapkamer, waar je nu ook bent. Maakt mij niet uit. Wat rijmt er allemaal op stoel? Noem wat woorden. Ja, ik geef je nog heel even de tijd. Oké, misschien kom je op woordjes als koel, gevoel, doel, een heel ongezond drankje, maar Red Bull. Dat zijn allemaal dingen die rijmen op het woordje stoel. Maar niet alleen die perfecte, exacte rijmpjes zijn bij rap belangrijk. Want je mag ook op de klank van het woord rijmen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld een woordje in de plaats van stoel. Het kan ook zijn boek, boer, doet, doe, voer, hoek. Nou, het zijn allemaal woorden die bijna rijmen. Ze hebben ook de oe-klank, oftewel dezelfde klank. Dit gebruiken superveel rappers. Rappers als Eminem, maar ook in Nederlands rappers als Kraantje Papi of andere wat snellere technische rappers, die wat moeilijkere, meer rijmhebbende zinnen schrijven, gebruiken heel vaak die klankrijm. Ik geef je even een voorbeeldje. Zoiets als iedereen weet, ik ben een van de meest gevreesde MC's die ooit op deze planeet leven. Toch bleef ik even bezig toen ik tevreden in mijn auto. Dat sloeg helemaal nergens op. Ja? Maar dit waren allemaal klankjes, allemaal woordjes die ongeveer hetzelfde klonken. En dan lijkt het al bij rap heel snel vet te klinken. Oftewel, als je daar gaat schrijven aan je tekst, maak het jezelf niet te moeilijk. Maar probeer gewoon iets te schrijven wat goed klinkt. Het hoeft niet per se perfect te rijmen als het maar gewoon goed klinkt. Dat is het hele idee. Gaan we nog heel kort eventjes hebben over het andere onderdeeltje van rap. Namelijk niet de P van poëzie, maar de R van ritme. Nou, hoop ik dat jullie allemaal een klein beetje ritmegevoel hebben. Dat zou heel fijn zijn.
Het kan ook zijn dat je denkt van, nou ja, als ik aan het dansen ben, dan kan er beter niemand kijken, want ik heb echt het ritmegevoel van een garnaal. Dat zou zomaar kunnen, dat maakt niet zoveel uit. Daar komen we wel uit. Maar als je muziek hebt, dan heb je vaak hip-hop beats. En dat kan van alles zijn, een hip-hop beat. Ik zet er eventjes eentje aan. Dit wordt meteen de beat waar we gewoon lekker op kunnen gaan schrijven. Maar die kun je dadelijk meetellen, die beat. Dit mag je dadelijk, als ik hem aanzet, eerst proberen zonder mij te doen. Gewoon hardop in je slaapkamer, in je woonkamer, waar je nu bent. Probeer deze eens mee te tellen. En wij tellen altijd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is de handigste manier van tellen om dadelijk je rapnummer te kunnen gaan schrijven. Ik zet de beat aan. Oké, okay, probeer hem maar eens mee te tellen. En dan ga je dadelijk helpen. Komt ie aan. Ik zal hem zo meten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. Uiteindelijk, dat is hoe je meetelt op een rapbeat. Heb je een ander tempo? Even een voorbeeldje. Bijvoorbeeld zoiets als dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is het idee. Waarom tellen wij dat 8? Dansers doen dat ook. 5, 6, 7, 8. En dan beginnen ze met dansen. Waarom gaan we dit doen? We gaan namelijk proberen zinnen te schrijven. En als je eindigt met je zin, ga je natuurlijk de volgende zin laten rijmen op die zin. En je eindigt je zin bij tel 4, je begint je nieuwe zin bij tel 5 en je eindigt weer je zin bij tel 8. Oftewel bijvoorbeeld 1, 2, 3, hier. 5, 6, 7, plezier, etc. Ja? Dat is wat we gaan proberen te doen uiteindelijk als je je tekst hebt geschreven. Probeer dus ook niet te lange zinnen te schrijven, want dan passen ze bijna niet in die tellen. Maar ook niet te kort, zoals ik ben nu hier, heb veel plezier, dat is super saai als een robot. Ja, dat is niet handig. Probeer ze iets langer te maken dat je lekker kunt rappen op die beat. Nou, daar komen we straks wel op. Maar we gaan eens proberen de tekst te schrijven en dan komen we bij iets superbelangrijks. Namelijk je onderwerp van je tekst. Nou, het onderwerp van jullie tekst vandaag, en dat kan als je het leuk vindt, kun je natuurlijk gaan schrijven over alles wat je maar wil. Maar om het je even makkelijk te maken voor je eerste raptekst, en misschien is het niet je eerste raptekst, maar wel de eerste die ik voor je heb uitgelegd, gaan we schrijven over jezelf. Dat doen ontzettend veel rappers. Heel veel rappers hebben het over hun eigen leven. Wat maken ze mee? Wat doen ze graag? Wat vinden ze verschrikkelijk? Dat is een heel goed onderwerp voor een tekst. Dus wat gaan wij doen? We pakken ons pen en papier erbij. En ik zal het hier op het scherm doen. Maar jullie kunnen je pen en papier pakken. Pak het er maar heel eventjes bij. Cool. We gaan een soort woordweb, een soort woordspin maken. En in het midden van je papier schrijf je nu je eigen naam op. Schrijf maar op. Bij mij is dat dus Patrick. Nou, top. Daarbij gaan we proberen. En dan mag je dadelijk heel even over nadenken. Dus je kunt tussendoor mijn video heel even pauzeren. Dat je wat langer de tijd hebt om na te denken. Maar daarbij gaan we proberen om 4 woorden te schrijven die supergoed bij jou passen. Ik ga even een voorbeeldje doen. Dus bij mij zou dat bijvoorbeeld zijn, ik hou ontzettend veel van tekenen. Ik hou daarnaast ook ontzettend veel van muziek. Verder hou ik heel veel van sport. En ik hou heel erg veel van dans. Dat ga je nu over jezelf proberen. Ja, dus je hebt je naam in het midden van je blad staan. Daarbij schrijf je even 4 woorden die supergoed bij jou passen. Wat vind je heel erg leuk om te doen in je leven? Zet de video maar heel even op pauze, gaan we zo eraf. Yes, oké dan, lekker bezig. Als goed is heb je nu dus 4 woorden bij je naam geschreven. Ik heb ze hier ook al staan. En we gaan eens proberen te rijmen op die woordjes.
Ik doe even mijn voorbeeld. Oftewel, de eerste die ik had, dat was tekenen. Nou, dat rijmt bijvoorbeeld op rekenen. Nou, zo had ik ook nog muziek. Dan schrijf ik even bij publiek. Dan had ik nog sport. Wordt kort. En zo heb ik ook dans. Dat wordt het woordje kans. Probeer nu zelf eens even je rijmwoorden te bedenken. Eén rijmwoordje is voldoende bij je eigen woorden. Oké, supergoed bezig. Wat we nu gaan proberen te doen, is om dit om te toveren tot rapzinnen. Ik zal je zelf een voorbeeldje geven. Ik heb hier bijvoorbeeld staan tekenen en rekenen. Bijvoorbeeld, ik zat altijd in de klas te tekenen. Vroeger kon je bij wiskunde niet op mij rekenen. Nou, dat zou een zinnetje kunnen zijn, waarin ik vertel dat ik goed was en dat ik tekenen heel leuk vond, maar dat ik niet zo goed was in rekenen. Dat zou zomaar kunnen. Het zou ook een zinnetje kunnen worden met sport en kort. Bijvoorbeeld, ik hou ontzettend veel van sport. Als ik voetbal, dan doe ik het lang, niet kort. Nou, dit is dus het begin van je raptekst. Je hebt dadelijk, als je dit hebt, heb je dus eigenlijk al 8 rapzinnen geschreven. Namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dat heb je al keer 4 woordjes gedaan. Dat gaat dus behoorlijk lekker. Zet de video weer zo even op pauze. En dan gaan we daarna verder. Succes! Oké, netjes! Als het goed is heb je nu dus in totaal 8 zinnetjes staan, waarin je dus al je woordjes gebruikt hebt. Dat is echt al een serieus goed begin van een raptekst. Nou, natuurlijk zijn deze zinnen nu nog niet echt getest op een beat, want we hebben nog geen beat aangehad. Ik ga je even een voorbeeldje laten horen van het tempo van een makkelijk te rappen rapbeat. En dan ga ik je zo uitleggen waar je die online zou kunnen vinden. Nou, dit is bijvoorbeeld een beat met een handig tempo. Want als je hierop mee zou tellen, dan past daar eigenlijk bijna iedere raptekst wel op. Dus niet te snel, niet te langzaam. Dit is het tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nu zou je dus kunnen testen hoe je raptekst daarop zou passen. Bijvoorbeeld, iedereen weet, ik ben nu hier. Samen met jullie heb ik ontzettend veel plezier. Ik zat altijd in de klas te tekenen, met wiskunde kon je vroeger nooit op me rekenen. Hoor je hoe die zinnen passen op deze beat? Als je een heel snel tempo hebt, of een heel langzaam tempo, wordt het heel moeilijk om te rappen. We gaan dus even kijken of je zelf zo'n soort beat zou kunnen vinden. Dan ga ik je even een tip over geven, want je zit nu waarschijnlijk op een iPad, op een telefoon of op een laptop. Als je bijvoorbeeld op YouTube gaat zoeken en je tikt daarin rap beat, dan krijg je eigenlijk al heel veel losse beats. Kijk eens of daar iets tussen zit wat je tof vindt. Zet de video maar weer even op pauze, totdat je gewoon een hele vette rap beat voor jezelf hebt gevonden. Oké, mooi. Waarschijnlijk heb je nu een rap beat gevonden. En dan gaan we eens kijken of je hem kunt meetellen. Ik zal even laten horen over een andere rap beat hoe ik dat zou doen. Dus hier hebben we een beat. Stel, je hebt zoiets als dit uitgekozen, dat zou zomaar kunnen. Gaan we weer tellen. Komt ie aan. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bla, da, 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 da. Da, 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 da. Probeer nu zelf eens over je eigen beat die je hebt gevonden, die tellen te vinden. Oké, ik ben super benieuwd. We gaan eens even een testje doen, zodat je leert ritmisch praten over een beat. Ik vergelijk rap eigenlijk altijd met drummen en zang meer met viool spelen. Bij viool spelen heb je de juiste noten nodig en een melodie. Maar bij rap ben je meer aan het roffelen, aan het trommelen, een drumsolo aan het doen op een beat. Deze oefening gaat een beetje stom klinken, maar doe hem gewoon mee. Ik zet zo mijn beat aan en ik ga op het ritme iets voordoen. Bestaat alleen maar uit het woordje bla. Dat kun je dus dadelijk gaan invullen met eigen woordjes die dus bij je eigen tekst passen. Ik doe dus iets voor. Bla 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 bla. En jullie gaan dat nadoen. Ja? Gewoon hardop. Waar je nu bent, hardop meedoen. Oké, komt ie.
Oké, dit is weer de beat. Ik zeg dadelijk dus alleen maar bla 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 bijvoorbeeld en jullie doen dat na. Komt ie, ja. Bla 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 bla. Yes! Supergoed! Netjes! Oké, we zijn een heel eind. Probeer nu eens zelf dat ritme, dat noemen wij trouwens flow, over die beat met je eigen tekst te renden. Je zet dadelijk je eigen beat aan. Je gaat gewoon testen of je tekst mooi op de beat past of niet. Als het niet past, kras af en toe een woordje weg. Of bedenk er nieuwe woordjes bij, dat de zin iets langer wordt. Maar ga eens even doorpuzzelen, doorschaven tot jouw stukje tekst vet op de beat past. Zet hem heel even op pauze, komen we zo terug. Oké, netjes. Ik vind het super jammer dat ik natuurlijk jullie stukjes nu allemaal niet kan horen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat eruit is gekomen. Natuurlijk kun je nu gewoon over ieder onderwerp wat je maar zou kunnen bedenken, van vrijheid tot en met je eigen leven, alles wat je meemaakt, je hobby's. Misschien is er iets in de politiek wat je niet fijn vindt, of in Nederland. Je kunt over alles schrijven. Dus ik hoop dat je hier iets van geleerd hebt. Ik vond het heel erg tof om het jullie op deze manier te doen. Mijn naam is Patrick, namens 4XM. En dank jullie wel en succes!